ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 13 februari. En als je heel veel zin hebt in deze Juffenweek vlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ben dus fulltime juf van groep 6 en ja, ik laat elke week jullie mijn leven zien. Vandaag is het studiedag, dus de kinderen komen vandaag niet, maar wij hebben dan dingen op het programma. En ik was vroeger altijd heel benieuwd, wat doen ze dan tijdens zo'n studiedag? Maar we gaan dus nu bijvoorbeeld CITO's bespreken en we gaan dan allemaal dingen analyseren en dat soort dingen. Dus of bijvoorbeeld als je een nieuwe methode hebt. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik ben een beetje aan het trippen. Dus ik ga eventjes mijn spullen pakken en dan ga ik naar beneden toe. Good morning. Het is vandaag dinsdag 14 februari, Valentijnsdag. Ik heb even wat hartjes op het bord getekend. Cute. En vandaag is dus de eerste dag dat de kinderen naar school moeten, want gisteren hadden we studiedag. Ik heb echt niks gefilmd, want ik was het gewoon even vergeten. En ik heb dus echt heel leuk dit nieuwe ding aan van Lovies. En ik dacht, dat is ook wel een beetje toepasselijk voor Valentijnsdag. Lekker roze of rood. Dus dat. En ik ga nu eventjes alles klaarzetten. Ik had wel alles voorbereid. Maar toch nog eventjes het goed neerzetten. En ze hebben dus vandaag, we krijgen morgen nieuwe laptops in de klas. Dus we hebben vandaag allemaal geen laptop. Dus tegenwoordig is dat echt wel een beetje nadenken van, oh, wat ga ik dan dus nu doen? Maar het komt helemaal goed. Dus ik ga dat nu eventjes allemaal klaarzetten en dat ga ik even van me opruimen. Boston Auckland is de overlast groot. Daar moesten hun huizen uit om te gaan proeven, ja? Het koekje. En ook dieren werden in veiligheid gebracht. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Dus, jullie hebben, doe anders de deur even dicht, voor Valentijnsdag een liedje geschreven voor mij. Moet er nog muziek bij of jullie? Nee. Oké, ik ben heel benieuwd. Gaat het over? Ja, en ja. Over jou, niet over ons. Oké, nou, laat me horen. Ik ben Janet. Helemaal getypt. Ja. Heel leuk. En ik vond dit altijd echt een super leuk liedje. Dus ik wilde hem echt heel graag aan jullie leren. Als je hem nog niet kent. Luisteren eerst. Eerst luisteren. Hij is echt heel leuk. We gaan zo les 10 doen van taal. Eigenlijk zouden we na taal gym hebben, maar de gym gaat niet door. Dus na taal gaan we begrijpend lezen doen. Nee, we gaan naar het veldje. Oké, oké. We zijn in plaats van dat we gaan gymmen, zijn we nu buiten. En we staan met... Nou dit moet ik dus nu doen. En we staan met... Ja, we staan op een evenwichtsbalk met z'n allen. En we moeten blijven lopen. Lopen. En ondertussen de bal pakken. We doen om. Good morning. Het is vandaag woensdag. En als je het leuk vindt om mijn outfit elke dag te zien, moet je even op TikTok kijken. Daar plaats ik dus elke dag een outfit video. En het is echt nog best wel vroeg, maar ik wil echt nog wat dingen doen. En mijn bureau. Oeh, het is ontploft. Dus dat moet ik
sowieso ook eventjes gaan opruimen. Maar ik was gisteren, we hebben dus nieuwe laptops. En ik wilde gewoon dat alles gewoon klaar was voor vandaag. Dat ze er gelijk aan kunnen beginnen en niet dat we nog moeten inloggen en allemaal dat soort dingen. Dus we hebben allemaal een nieuwe laptop. Heel erg fijn. Dus ik zal even de kar laten zien. Die staat bij mij op de gang. Ik vind het nog echt mega awkward om op de gang te praten als andere mensen me horen. Maar dat waren dus de nieuwe laptops. En ja, dus dat is heel fijn voor ze. Want sommige waren een klein beetje wel echt aan vervanging toe. Dus die hebben ze dus nu allemaal nieuw. En ik had dus een nieuwe outfit besteld voor carnaval. Want volgende week is het bij ons carnaval op school. En ik had echt helemaal niks. En ik wil het eigenlijk... Ik heb er twee, want één is niet van mij. Maar ik open gewoon alleen even mijn outfit. Kijken. Ja. Ik wist echt niet als wat ik moest gaan, dus ik heb nu een Luigi pak. Ik weet eigenlijk echt niet waarom ik dit heb gedaan. Zo. Kijk, en dan heb je dus zo'n hoedje. En er zit dus een soort jurkje bij. Zo. Oh, je ziet er best wel klein uit. Even kijken. En dan kan je dit zo eromheen doen. En ik dacht, dan doe ik gewoon een panty aan. En doe ik gewoon mijn groene sneakers aan. Zo. Dus dit is het Luigi pakje. En er zit ook nog een snor bij. Maar ik denk niet dat ik die snor op ga doen. En het andere is een Mario pak. Maar die is dus niet voor mij. Maar ik zal het volgende week, als ik het ga aandoen, wel even aan jullie laten zien. Zo. En ik ga nu even aan de slag. Oké, nou, ik heb er helemaal niks gefilmd, maar ze zijn bezig met het labboek. Ik zal wel even wat leuke labboeks laten zien. En over wat heb je? Wie is de oudste ijsmummie ter wereld? Mooi. Heel mooi. Oké, welke vragen hebben we hier? Hoe werkt fluittaal? Hoe communiceren oermensen? Wat hebben we nog meer? Eerste telefoon. Ik ga even jullie mooie labboek filmen. Communicatie tussen die. Mooi hoor. Welke vraag was dit ook alweer? Wat was de oudste ijsmummie bedoel ik? Dat was wat het spoor was. Mooi. Mackie. Morning, het is vandaag donderdag. Ik had het bord al klaargemaakt, dus dat is echt top. En volgende week krijgen de kinderen een rapport mee. Dus ik ben heel druk bezig met stukjes schrijven. Want ik wil gewoon echt per kind een persoonlijk stukje. Maar het is natuurlijk voor mij voor het eerst. Ik heb wel een tip voor jullie. Voor als je ooit rapporten moet schrijven. Je kan dus... Op internet heb je een voorbeeld. En dan staan hier voorbeeld en inspiratie voor het rapport. Dus dan staat er welke woorden je kan gebruiken. Of je werkt met plezier, je bent gemotiveerd. Maar ook de tips. Dus echt super handig. Zo ziet het eruit. En zeker als je het voor het eerst doet, is dat echt mega handig qua inspiratie. Dus daar ben ik mee bezig. En ik heb gisteren de helft gedaan. Ik ga vandaag de andere helft doen. En dan heb ik eigenlijk al bijna alles klaar. Want ik heb alle cijfers ingevoerd. Echt een tip, alles goed bijhouden. Want dat heb ik gelukkig gedaan. Dus ik kon in één keer alles invoeren. En ik moet nu alleen... Ze hebben vandaag een toets van Blink. Dat is dus een soort aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in één. En die toets ga ik nu even klaarzetten. Die maken ze dus op de computer. Dus ik hoef hem dan alleen online erin te zetten. En deze ging dus over communicatie. Dus oh ja, en ik had nog iets. En ik denk dat mensen dat ook misschien wel leuk vinden. Ik moet hem heel even erbij pakken. Oké, ik heb dus een plattegrond van de klas geprint. En dan moeten ze een rondje zetten op de plek waar ze willen zitten. En hier mogen ze een top 5 maken naast wie ze willen zitten. Dan hebben ze een klein beetje inspraak. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En had ik deze nou al laten zien? Deze komt voor in het rapport. Ook heel erg leuk. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 16 februari. We gaan zo de toets van rekenen maken. We gaan eerst een deel zelf doen en daarna gaan we... We gaan eerst zo een deel tijd doen en daarna gaan we een deel zelf doen.
Daarna gaan we eten en drinken, buiten spelen. Hebben we spelling herhalen 4 en taal herhalen 1. Na de pauze hebben we de toets van Blink. En dan misschien hebben we daarna nog wel wat tijd voor het labboek. En dan gaan we gymmen. Voor de kinderen die ziek waren, maandag komt er een nieuwe jongen in de klas. En maandag komt hij voor het eerst wennen. Dus dan komt hij eventjes kijken bij ons. En na de vakantie begint hij echt bij ons in de klas. Dus dat is super gezellig. Dus dan hebben we een extra jongen erbij in de klas. En jij krijgt 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk minsommen te maken. Je mag van mij, als je wil, je wiskbordje erbij gebruiken. Maar probeer zo snel mogelijk het te doen. En daarna ga ik uitleg geven. Heel veel succes. Draai je maar om. Oké, we hebben met de klas de plant een naam gegeven. Hij heet Taco. Welcome to the family, Taco. Door een botsing met een ijsberg zonk het schip naar de zeebodem. Honderden mensen overleefden het niet. Het verhaal over de ramp is op veel manieren. 20 jaar geleden werd deze film gemaakt. Schrijf even je naam boven het blad. Sommigen hebben opdracht 1 hier op de voorkant. En sommigen hebben opdracht 1 dan op het volgende blad op de voorkant. Kijk eventjes dat je opdracht 1 voor je hebt. En daar staat bij opdracht 1 staat welke woorden horen bij elkaar. Dan ga jij 2 woorden kiezen die bij elkaar horen. Wie ziet er 2 woorden die bij elkaar horen? Ja, de klamboe en de malaria. Dus aan de ene kant schrijf je dan de klamboe en aan de andere kant de malaria. Waarom horen deze 2 woorden bij elkaar? Ja, een ziekte die een mug bij zich heeft. Hè? En een klamboe houdt weer muggen tegen. Dus die woorden horen bij elkaar. Oké, wij gaan nu naar de gym toe. Ik neem al deze. Oké, de kinderen zijn naar de gym. Volgende week gaan we een nieuwe jongen in de klas. Dus ik wil ook even mijn lijstjes aanpassen. Zodat op rapport 2 gewoon alles zo staat. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ja. En ik zie deze. Die ga ik nu opeten. Ik heb het zo heet. Het is echt zo dom dat deze trui op achterhoofd. Het is veel te warm. Good morning. Het is vandaag vrijdag. En ik heb mijn haar in die... Ja, dat ding van de Action zit om je haar te krullen. Want ik was namelijk heel benieuwd dat als je haar vet is, of je het dan alsnog kan krullen. Want eigenlijk was ik het om de dag mijn haar. En ik had echt geen zin om het te wassen. Dus toen dacht ik, nou, ik doe er gewoon zo'n ding in. En dan kijk ik of ik er me minder, ja, of het er überhaupt uitziet. En als het gekruld is, vind ik het altijd minder opvallen. Dus ik dacht, ik probeer het. Het slaapt alleen gewoon echt niet lekker. Zo. En volgens mij heb ik dus de ene kant wel wat strakker gedaan dan de andere kant. Het is dus zo vrijdag. Ik ga zo werken, laatste dagje. Dan hebben we volgende week nog en dan hebben we alweer vakantie. Ik denk wel dat de krullen minder zijn doordat mijn haar vet is. Maar op zich is dat niet heel erg, want dan is het wel een beetje gewoon golvend. Zo, en even de andere kant. En ik heb dus een nieuw dingetje aan. Heel leuk. Zo, even kijken hoor. Of ik hier wat van kan maken. Ik had wel wat droogshampoo ingedaan voordat ik het er een soort van in ging doen. Zo. Ja, ik vind het niet heel lelijk. Ik vind het best mooi. Nu kan ik het wel nog even lekker een dag uitstellen. Ik moet alleen misschien nog even een klein beetje toastshampoo erbij. Maar ik ben er blij mee. Good morning. Het is dus vandaag vrijdag. Ik had vanochtend al een stukje gefilmd door mijn haar. En even kijken of ik alles nu klaar heb liggen. Ja, en controledicté van spelling. Ik denk dat ik daarmee ga beginnen. Wat gaan we van rekenen eigenlijk doen? Moet even kijken. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. 17 februari. We gaan zo de agenda bespreken. Dan hebben we het controledicté van spelling.
Dan gaan we bij rekenen werken aan de eigen taken en aan de basistaken. Eten en drinken, buiten spelen. Taal herhalen, 2 gaan we doen. Dan gaan we nog heel eventjes aan ons labboek werken als we daar tijd voor hebben. Dan gaan we lunchen, dan gaan we begrijpen lezen les 1 doen van tekst verwerken. En dan heb ik een tekenopdracht voor jullie. Dus dat is de planning voor vandaag. Maar eerst, als het goed is, heb je open liggen maandag 20 februari tot vrijdag 24 februari. Volgende week is dat. En op maandag krijgen we natuurlijk een nieuwe jongen in de klas. Dus misschien weer dat er leuk om erin te schrijven. Dan op dinsdag 21 februari in de middag. Wat hebben we dan? Ja, carnaval. Dus in de middag mag je verkleed naar school. En gaan we groepsdoorbroken iets heel erg leuks doen. Dus dan moet je je spullen mee naar school nemen. En dan kan je bij de overblijf je omkleden. Even kijken. Donderdag 23 februari krijgen jullie je rapport mee naar huis. Op donderdag 23 februari krijgen jullie je rapport mee naar huis. Lees het verhaal en kijk naar het plaatje. Wat staat onder de vlek? Schrijf het achter de zin. 1. Joost kijkt door de van zijn camera. Door wat kijkt hij? En daar, nu komt waar je mee kan scherpstellen. 2. Hij stelt de wat scherper. Ja, dat is de lens. Heel goed. Met de lens kan je scherpstellen. En met de zoeker kan je echt doorheen kijken. Het licht valt wat lampen goed over het model. Heel goed. Met behulp van. Ik wacht echt tot helemaal stil is. Jullie krijgen van mij zo een opdracht, een tekenopdracht. Maar niemand weet wat er uiteindelijk op het blaadje komt. Want wat we namelijk gaan doen. Iedereen krijgt straks een wit blaadje. Je hoeft daar je naam niet op te schrijven. En je krijgt eerst een minuut de tijd om na te denken wat jij gaat tekenen. Dus je gaat iets tekenen. Dat ga je niet overleggen. Dat ga je ook tegen helemaal niemand zeggen. Maar je gaat iets bedenken wat jij gaat tekenen. Straks krijg jij 5 minuten de tijd om daar een beginnetje aan te maken. Maar dat kan ook zijn dat je pas 1 poppetje hebt gemaakt. Of 1 huisje. Of een klein winkeltje. Of een heel klein stukje pas van de tekening. Na 5 minuten gaan wij die tekening doorwisselen naar iemand anders. Maar diegene weet helemaal niet wat jij wil gaan tekenen. Dus die mag gaan bedenken, oké, ik zie nu dit. En die mag gaan verder gaan tekenen. Maar je weet niet of je hetzelfde idee hebt. Dat maakt ook helemaal niks uit. En we gaan die tekening dus een aantal keer gaan we die doorschuiven. En dan gaan we uiteindelijk kijken wat er, ja, wat het is geworden. Mag je helemaal zelf kiezen hoe je je blad houdt. De eerste 5 minuten gaan in. Je mag niet overleggen, ik zet er wel muziekje aan. Over 1 minuut gaan we de tekening doorwisselen. Dus je hebt nu weer 5 minuten om de tekening verder te maken. Achterkant kijken wie zijn naam erop staat. Je gaat die tekening aan diegene geven. En die tekening ga je afmaken. Je eigen tekening.
Het is vandaag zaterdag en ik heb echt de hele dag niks gedaan, gewoon gechilled, even lekker uitrusten van de week. En ik ga vandaag eindelijk weer eventjes wat leuks doen, dus daar heb ik echt mega veel zin in. Zeker na al die dingen. Dus ik heb vanavond een high cocktail, dus dat is wel echt heel erg leuk. En ik ga samen met Denise. Dus zij komt zo hier naartoe. Ik heb me gedoucht en ik ga me zo samen met haar klaarmaken. Dus daar ben ik echt onwijs veel zin in. Nou, het is wel een beetje een verschil met daarnet. Oh. Ik had daarnet ook gefilmd. Toen echt net voordat jij kwam. Oké, nou, we hebben ons klaargemaakt. En we gaan dus naar die... hoe heet het nou? High cocktail. Ja, in plaats van een high wine is het dus een high cocktail. Ik moet even mijn pasjes pakken. Dan gaan we daar naartoe. Oké, we hebben dit gekregen. Wat was het nou allemaal? Ik weet niet eens meer. Maar we hebben dus allemaal glutenvrije dingen. Want Den heeft dus een glutenallergie. En daar kunnen ze dus ook gewoon dingen voor regelen. Ik zei het, maar ik kon het niet echt verstaan welke nou welke was. Maar we kunnen het wel kijken, want bij één zit deze. Ja, maar wat heb jij met deze? Wat was het met die grapefruit? Oké, ja. Ja, wat een grapefruit? Ik weet niet eens. Volgens mij wel. Ik ga hem proberen, ik ben heel benieuwd. Oh, heel lekker. Of die van jou is? Ja, grapefruit. Of hem is? Ja. Lekker? Ja?